Goed mensen, en vast al een paar maanden ga jullie een video doen, maar maken over iemand die ik leuk vind. En ik vind het heel leuk. Maar ja, laten we een review maken. Waarom? Niet ook waarom, maar gewoon hoe dat die met leeftijd en zo. En met beperking zonder beperking qua relaties en zo. Mensen, ik voor deze video ga beginnen dat ik u vraag even om een duimpje omhoog te doen. En dan kan ik nou weer abonneren als je nieuw bent. Dus als je even muziek hebt, ga je dan eentje te downloaden. Of wat dan ook, of een ander aan te sluiten als je Apple hebt. Moet niks afmaken, ik heb zelf vergeten voor Spotify meer. Dus als je Spotify bent, zit er wel op. Maar in ieder geval er niks mee. Mijn Apple Music. Daarom is het een langer erop. Zo daarna is ook op mijn Instagram. Ook is het weer volgen, ga het zeker volgen. En vooral ik altijd ga beginnen op review is het anders is. Dat ik heel erg vind dat abonnementaccounts op mijn account komen en ik ook eentje te verwijderen. En weg te halen en te doen. Toch komen ze weg, dan komen ze terug, degene denkt ze weg te halen. Dat kan ik niet eens, misschien ook wel. Maar ik moet het leggen met Facebook erover misschien eventjes. Want ik begrijp er even niks van. Maar goed, ik ga het hier even over leeftijdsverschil met de relatie. En omdat commissie, zie, maar ook om te vertellen van goh, kun je wat kunnen met een andere beperking, relatie te hebben. En een vraag aan jou, zet dan gelijk in de comments, wat zou jij doen als je kleroters is? En ik vraag aan jouw verkering, wat zou jij doen? Zullen we nee zeggen we van een beperking? Of ja, omdat ik zielig vind? Of B, omdat ja, ik gewoon mens ben en je zit er los niet. Ik hoop het laatste is, want dat zie ik natuurlijk ook wel als de laatste optie. En ja, waarom is het altijd dat ik altijd een jonge meisje wel, mijn eigen leeftijd wel, ja, ik heb eigenlijk geen idee waarom het zo is, maar het is altijd zo geweest al jaren. Vroeger was ik jong en toen ik op oude dames. Dus het omgekeerd en ja, je weet natuurlijk al een foutje leuk vind, dat heb ik niet gezien. Maar nog wel als je een video ziet natuurlijk. En ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk en ja, ik weet waarschijnlijk is het te jong voor mij, maar zo be het. Dat ben ik eenmaal en niet iedereen kan hun eigen leeftijd hebben met een relatie. Dat gaat gewoon niet helemaal niet houdbaar. Voor mijn gevoel. Een beetje. En ja, leeftijd zeggen het helemaal niks natuurlijk. Het staat in een thumbnail en op de titel zegt het ook al dat het niet zo, dat het echt niet zo is. En dat het anders, dat het gewoon moet kunnen. En ja, ik vraag ook aan jou wat jij hier niet van vindt. We zullen natuurlijk onder in de comments, eerlijk antwoord graag. Geen nepperij, jou niks in het, maar wel goed een antwoord geven erop graag. En geef ook antwoord terug, meestal wel. En dat een paar dingen is, en ik zit in de rolstoel, en een paar nu niet. En wat vind jij daarvan? Zou jij een relatie hebben? Of niet? We hebben natuurlijk ook leeftijd in het gaat. En we op een denk in een rolstoel zit. Wat dan ook, en ik weet dat iedereen dingen over wil zeggen. Maar toch moet ik het even kwijt, vind ik. En hoe ik erover denk. Dus ja, daar denk ik helemaal over. Dat soort dingetjes een beetje. En ja, ik vind het gewoon lastig om te zeggen. Ik vind het leuk. En daar doe ik het ook in YouTube, dat doe ik ook in video's. Niet om onderling te zeggen tegen iemand. Maar ik heb moeite om tegen iemand te vertellen. En ja, nou dan moet je meegaan een beetje en dingen komt, maar ik kom jaren zo. Dus dan ben ik, ja, gewoon dat niet zo joh. Weet je, leeftijd is voor mij helemaal niks. Maar allemaal echt goed dingetjes waren ook in de 20, 20. En vooruit zoeken geen punten. Ik heb 28 dacht ik. Dan moet ik ook al verschil. Maar 19 en 32. Ik weet niet. 19 en 32, ja, ik vind het ook kunnen. Ik vind het ook echt wel kunnen. Ik überhaupt. Want leg het maar gewoon niet uit. En dan moet je ook niet zo gaan omkijken met mensen. Ook niet op een buik, ook niet met een beperking. Dat betekent niet dat al mensen dat niet echt kunnen. Daar nog even kijken, maar ja. Vraag hem toch even om dat toch even te gaan doen. En kijk even dit toch en ik heb een zin in deze jongen die voor je zit. En ik dit te vertellen aan jou over hoe je het vindt. Dus ik moet wel, ja. Ik begrijp wel als je het niet wil. Nee, kijk dan, ik ga heel erg. Ben je niet echt achterdochtig, maar van joh, weet je. Ik vind het jammer gewoon. Ik vind het jammer dat je er niet aan durft om iets aan te gaan. Dat ik gewoon nog leuk ben en dat kan zijn. Of waar je van een plek of dat soort dingen. Ik vind het gewoon beperkend hoor. Dat het emotioneel zijn. Dat ik altijd op mijn werk heb komen en ja. Dat ben ik eenmaal in. In München is ik bij de TV uitgewezen. En SCP is een fighter film. Om over te uiten. En ja, ik denk vooral heel veel last van altijd. En gewoon daarvoor ook niet goed vind ik. Dus ben ik ook vorige keer ook. Terwijl hij ook niet redelijk ook wil maken. En ik vraag aan jou, goh, wat zou je dan doen als ik jou vraag, en ik vraag gewoon in de rolstoel, wat zou je dan doen? Vraag 1, vraag 2 aan jou is, wat zou je doen als je rechterstoel hebt, die zo hoog is? Zou je dan gewoon gaan en zeggen van nee, doen we niet. Maar eigenlijk altijd in de comments waarom ben je graag. Dat kan ik echt waarderen. En ja. Ik wil ook echt waarderen als je dat zou doen. Kom dan zet hieronder. En ja. Kom je dat je leuk vond. Zo ja. Zeker een duim omhoog. Vergeet je om te abonneren als je niet bent. Zie ik je elke zondag in principe. Op mijn nieuwe video. Op mijn kanaal. En tot tegen andere mensen. Tot de volgende.